zal komen in Leeuwarden, hoort van dit mooie Friesland. Goedenavond beste kijkers, welkom bij ons programma Leeuwarden Toen. Alweer de vijfde uitzending. En wie hebben we als gastjes? Een prominente Ewal. Ja, ik zou zeggen bewoner, maar hij woont er niet meer. Nee, Ewaller. Ewaller, en dat is niemand minder dan Wadse Cijfers. Wadse, welkom bij ons aan tafel. Dankjewel. Hier bij Stenden, hè, we hebben hier die prachtige studio van Stenden, maar we bruiken. Nou, wij beginnen altijd bij het begin, dat is natuurlijk logisch. En dan vragen we aan onze gast, wanneer ben je al geboren? In 1936. Mooi, dat is een mooi leven. Ja. Dat is heel even geleden. En in welke maand was dat, Wadse? 9 juni 1936. 1936, toen, is het dus al 82. Toen klonken de saluutskoten, jongen. Ja, ja dat ja. denk ik wel, ja. En waar stond... Maar dat heb ik zelf bewust niet met. Maar nee, maar goed. Krijg nog niet alles met. Nee, wel goed afgelopen, zullen we zien. Ja, ja. Goed afgelopen. En Hestouw, waar stond die wieg? In de Wiebrand de Geestraat in Leeuwarden. Oh. En de Wiebrand de Geestraat, dat was een... Een hele drukke straat. Toen al? Ja, toen al. Met, ook mee door de leerlingen van de Amberschool die er altijd doorheen fietsen. Massaal naar naartoe stroomden ze zelf. In de Wiebrand de Geestraat, je loopt volgens mij van de elektrische brug tot aan de Amberschool, niet? Ja, tot de Koepelkerk. Ja, ja, dan is dat weer Vredeman de Vries. Ja, daar zat wel Vredeman de Vries, dat weet ik. Tot het hoekje waar de Tandas Bosma vroeger zat. Okay. Dat is een huis met torentjes en puntjes en... Dat huis staat er nog. Ja, ja, rechts. Ja, mooi, ja. Ja. En is links, toen was het in Slager toen? Links was Slager Intema aan het eind. Ja. De Rooms-Katholieke Slager. Die nou heb ik, geloof ik, nou ik weet wel zeker, een foto van dat huis. Dat is dit, hè? Ja. Dat huis stond dus aan de kant, aan de zuidkant. Van Noord en Zuid heb ik nooit verstaan. Nee, aan de kant van de Koepelkerk? Ja, aan de kant van de Koepelkerk. Dus als je van de Koepelkerk komt, links. Ja. Ja. Nou. En dan dichterbij in de buurt van de Koepelkerk? Of meer bij de elektrische Als we over kerk praten, het is tegenover de christelijk gereformeerde kerk. Die er nog heel iets staat. Die er nog staat en wat nu ook woningen zijn. Ja. Of appartementjes. Ja, ja, ja. Ja. Wat een groothuis, Wadse? Ja, voor die begrippen, voor die tijd, ik vond het altijd een heel groot huis. Mag ik Leeuwarders praten hoor, dat doen wij meestal hier aan deze tafel. Ja. Deze tafel staat alleen maar Leeuwarders. Ja jongen, maar... ik snap het wel. Nee, maar ik ben gemengd. Ik ben best gemengd. Maar ik ben gemengd. Het grote huizen, want het was misschien wel in dat huis dat ik naar een huiswerkinstituut moest, Postma en Banning. Ik weet niet of die naam daar nee, dat was even verderop. Oké, okay, maar dat was wel... Wieminga heette dat. Ja, die hadden je ook. Maar ook Postma en Banning. Oh. En, nou ja, dat was dus groot genoeg om daar... Hoeveel kinderen waren daar wel niet? Een stuk of 20, 30, denk ik, die daar... Maar je hebt zeer een groot huis, maar er zit ineens een dak op. Ja, wel een dak, maar ik bedoel geen kap. Nee, geen kap, Nee, daar kon ze niet aan beginnen. Nee. En daarnaast is dat mooie witte huis met die witte stier, ja, hè? Dat was toen destijds nog de pastorie van de christelijke reformeerde kerk. Dus je had een dominee als buurman? Ja, als buurman. Dus maar nou, het was, waren die ook van je kerk toevallig of niet? Nee, christelijke reformeerde kerk, die er tegenover was. Ja, ja, maar ja, jullie waren dat dus niet? Nee. Jullie waren gewoon gereformeerd. Wij waren gereformeerd en ik hoorde in de Koepelkerk. Ja, dat noemen ze dan bij de vaklui synodaal, of niet? Ja, ja. Ja, ja. Nou, en wat deed die vader? Die was accountant. Komt daar die naam ook vandaan, cijfers? Nou, dat zei, er stond vroeger in een rubriekje in de Leeuwarden Krant van namen en beroepen. En de eerste keer was het bakker uw slager, was vreemd. Ja. En toen stond cijfers boekhouder. En toen stond eronder, was tekst, de man zal wel kunnen rekenen, maar schrijven kan hij beslist niet. Want onze naam was met een Z en een lange I en twee F'en. Dus ja, die lange I klopt wel. Ja. Wat? Die lange ei klopt wel. Ja, de lange ei klopt wel, maar ja, een C moeten wezen en een F. Maar goed, dat is niet gebeurd. U te vragen ze tietje, toen wisten de namen dat zo. Ze had alleen voor de krant zo'n rubriekje. Ja, zo'n rubriekje, ja, met namen en beroepen. Maar ik weet alleen nog maar van Bakker Uslager en van Cijfers de boekhouder. Nou, we hebben meer van die dingen. We hebben ooit eens een keer een voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers gehad. En die man heette Baksteen.
Ja, nou ja, maar die is er nog. Ook niet, ja. Die is er nog. Ja, dat is dus niet zeggen met zo'n naam. Ja. Maar we zorgen wat. Even terug naar dat gezin waar Stoffer uitkomst. Was dat een groot gezin? Vader Moeken natuurlijk. Vader Moeken en één zuster. En Douw. En ik. En die zuster was 4 jaar ouder. Dus die maakte ik eigenlijk niet zo mee over daar, want die had ja, dat was een generatie verder. Ja, 4 jaar. Dat en dan ook nog van het andere geslacht. Ja, dus dat, nee, nee dat, daar weet ik verder niks van. Nee, er waren de vreemd meisje wat er aan toe aan tafel zat. Ja, ja, ja. Maar goed, dat wist klein en op een gegeven moment dan wist spelen, maar dan zei ze al, die straat is hartstikke druk. Waar kon je hem spelen? Nou, meestal aan de overkant in de Bisschopstraat. Bisschopstraat, en dat was de garage van Hogeveen en Torenstraat, de Citroën dealer. Ik zal even en daar hebben we hier nog even een plaatje van. BMW toch? Nee, dat is later. Oh. Ja, want er zit een BMW logo. Dat staat er nou maar toen, in de oorlogstijd en daarna, dat was de Citroën dealer. Oh, daar staat die christelijke griffen met de kerk op. Ja, die staat ja, ook helemaal rechts. Ja. Helemaal rechts. Mooi. En het was, die had Citroën dus. Ja, nou, dat zou menig tractioncel daar de onderhoudsbeurt had hebben, jongens. Ja, en wat wel leuk was, dat, maar ja, dat was natuurlijk na de oorlog, als er een nieuwe Citroën opgehaald moesten worden, ja, dan moesten die uit Amsterdam komen. Ja. Ja. En daar mochten wij wel eens even mee. Dat is mooi. Oh. Dus dan ging er één chauffeur met twee andere rijders en ja, wij nog achterin. En dan konden ze met nieuwe auto's weer terug. Ja. Juist. Maar dat waren dus allemaal, zoals ik zeg, tractions, hè? Waar? LCV. Nou ja, mooi met spatbuddy. Ja, 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 die hele oude dingen. Ja, ja, schitterend. Ja, ja. Daar waren ze gelijk inreden als ze in Leeuwarden waren. Dan, ja, dan hadden ze de nodige kilometers hard op de afstudiek van bom, 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 oh, bom, bom. Oh, een mooie test voor de skokbrekers. Ja, 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 nou, daar ja, merk je in de Citroën niks van, hoor. Kerst zou je nog herinneren, Watse. Voordat jou de afstudiek op gingen, dan had je dat dreigende bord bij een benzinestation, laatste pomp voor de afsluitdijk. Van dat, denk er maar goed om. In Zurich, ja. Ja, in Zurich, ja, 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 ja. Dat was niet, ik mag geen reclame maken, maar van hetzelfde merk als deze pomp? Volgens mij wel. Esso pomp, ja, ja, ja. Nou, en dus wij speelden hier veel in Bisschopstraat. Want dit, nee ja, en ook hier in het pand van Hogeveen en Torenstraat, want hier beneden was, vroeger was daar de showroom. Ja. Van de nieuwe auto's. En dat was ook een kantoortje. En hadden ze de werkplaats er ook? De werkplaats is vast verderop in de Bisschopstraat. Oh. Maar dit was het woonhuis van oom Freke. Dat waren vrienden van mijn ouders. Wie woonde daar? Hogeveen of Torenstraat? Torenstraat. En Torenstraat, dat was nog wel leuk. In de oorlogstijd waren wij ook wel vaak in die showroom bezig, al met die auto's. En, in de auto's? Stonden er in de oorlog nog auto's in? Nee, nee, toen niet meer. In de oorlog niet, nee. Nou, toen die stonden we oude fietsen, ja, oude fietsen en wat oude motorfietsen. Nou, maar er was er nog een kantoortje en daar ontdekten wij een grote koffer. Huh? En in die koffer zat tabak. Oh, blender. En dat was natuurlijk een belangrijk artikel in de oorlog. Goud weer, ja, 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 ja. En, maar goed, wij wilden ook wel eens proberen te roken. Als jonkjes? Als jonkjes. Dus wij jatten daar die tabak uit. En dan trokken we dat weer wat omhoog, dat het niet zichtbaar was. Oh, sir, ja. Maar dan waren er wel vriendjes die wat ouder waren en die graag die tabak wouden. Zat er ook vloeipapier bij? Nee, want daar gebruikten wij een oud psalmboekje voor. Oké, okay, ja, ja, nee. Ah, eerst hadden we wel een oude krant en wat oud papier, maar dat was niet te doen. Nee, 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 dat doe je niet. Nee. Nee. Dus toen hebben we later de psalmboeken voor gebruikt. Maar ja, dat, en nog, dat ging wel later. Psalm maar, 84, ja, ja, hoe lieflijk, hoeveel helge ja, en dan ging het, op een gegeven moment was het alleen nog maar genoot. Ja, en maar dat roken ja, mocht natuurlijk ook niet. En nee, toen was voor de christelijke reformeerde kerk, waren nog wat struikjes. En daar zaten we dan onder. Ook okay, met ons psalmboek en nou, met die Belgische tabak, was het geloof. Oh. Maar op een gegeven ogenblik is zowel de tabak als die motorfietsen die er stonden, fietsen is door de Duitsers meegenomen. Ontdekt. Bij een of andere garage. Ja, of een of dus toen was die lol weer over. Maar waren daar vroeger in die Bisschopstraat en wat verderop ook nog niet van die moestuin? Van tuinders die daar slaven bouwden en. Nou, die heb ik nooit gezien. Daar ben ik nee, nooit geweest. Nee. Oh, nee. Meen je dat? Dat ook, nee. Maar nee, daar op de hoek had ze Cornelis-Frederikstraat, nou? Ja, ja, ja. En die kwam bij Ruud en de Jacob van Aken. Bij die slager. Ja.
En die katholieke slager. Ja, ja, Hiedema. Ja, maar dan mochten wij niet heen, wij moesten naar Kleistra. En dat was, oh, en dat was op een gedaagd zwaal. Dat deed al later. Ja, maar die had mooie dochters, dat scheelde. Dat, ja, maar, ja, maar dus ook, dat, ja, ook betere koteletten. Dat weet ik niet. Maar die zal even meer de koteletten. Ja, dat moet wel goed wezen. Ja, dat, ja. Goed. Maar dat zal in de oorlog ook wel geen vetpot geweest hebben daar. Maar dat was nee, op een gegeven moment. Daar weet ik natuurlijk niet. Nee, ik hoop, daar weet ik niet meer van. Maar kan je nog wel iets herinneren van die oorlog? Dat die Duitsers zo bloedzinkend door de Wiebrentergeestraat marcheerden? Nou, nee, wij hadden wel contact met de Duitsers die in de landbouwwinterschool zaten. Oh, die hadden dat? Die hadden daar een nederzetting met paarden en, nou ja, weet ik veel wat, dus, wat ze er allemaal een soort kazerne, zeg maar. Een soort kazerne. Ja. En daar speelden wij wel vaak. Oké. Okay. Ach. Maar, daar was de buurt natuurlijk op tegen. Ja, zelf. Dat we, nou ja, niet met die Duitsers. Hoe oud was dat? Nou ja. Ja, toen de oorlog aflopen was toen werd ik 9. Ja. Nou, dus een jongetje van 7, 8? Nou, dat wist dat nog niet. Ja. Zat toen al op school, ja. Maar toch wist ik op de kleuterschool geweest. Gezien deze enorme lel van een foto. Dit is de langste foto van Nederland, een beetje. Allemachtig. Dit liep wel dit is een cinemascoopformaat, jongen. Panoramafoto noemen ze dit tegenwoordig. En in het epicentrum zie ik 1 eenzame juf staan. Ja, en dat was mijn tante. En dat was van heel groot belang. En die had al die kinderen zonder haar? Nee, er stonden meer juffen. Hier staan nog een juf. Ik zie aan de andere kant, daar staat niks op hier. Ik sta die één alleen maar. Waar staat al wat? Ze wist even aan wie ze waar staat is. Deze. Ah, dat is al een veelbelovend jonkje. Ik had toen al bretels om. En die heb ik nou nog altijd om. Nou, dus die is zelf, neem ik aan. Dat staat wel. Nee, nou, ze weer wat bijgroeid. Ja. Ja, ja, nou, was natuurlijk dat kapsel wat nog jarenlang in de moren was. Ja, ja, ja. Met zijn punt op het voorhoofd. Ja, dit is inderdaad. Ja, nee, maar wij hadden, dit was de kleuterschool met het padvindersgebouwtje. Dit liep wel echt een schoolgebouw, als je die ramen kiest. Ja, maar dat heet padvindersgebouw. En staat er nog altijd. Waar stond dat? En waar staat dat? Nou, dat staat achter de aanbadschool. Achter de aanbadschool, de voormalige aanbadschool. Voormalige aanbadschool. Ja, nou, dat staat er nog, volgens mij. Nou. Dus dat was dik behuis. Ja, dat is niet ver. En dit was een christelijk schooltje? Ja, dat was de christelijke kleuterschool. En het mooiste was, ze hadden een zandbak in de Wiebrandegeestraat op de hoogte van Garage Statema. Daar was ook de Oosterbuurt. Ja, dat en daar hadden wij een speelplek in de vorm van een hele grote zandbak met bladen aan de kant waar je. En dan marcheerden al die kinderen en dan marcheerden we in galop, marcheerden het hele spul naar de Oosterbuurt, naar de zandbak. En dat vonden we allemaal eigenlijk hartstikke mooi. Dus ik moest altijd van de medeleerlingen bij mijn tante zeuren of we naar de zandbak moesten. Ja. Ja. Want ze dachten, nou als hij het vraagt, hebben we meer kansen dan wij het vragen. Ja, mooi niet. Ja. Dus. Kleuterschool. Nou, dan wist op een gegeven moment, 1 of 2 jaar, was bevorderd tot de lagere school. Ja, daar ben ik ook nog geweest in de Margarethe de Heerstraat. Nou, dat was ook een thuiswedstrijd. Daar kon ik, henkelend kon ik daarheen. Ik hoop dat alle mensen die wij tot nou toe hard hebben op die school zitten. Ja, maar dat is wel. Sterker nog, ik heb er zelf ook op zitten. Nou, kijk de hartstikke donder al. Ja, dat was een hele goede school. Ja, maar we bij elkaar niet tegenkomen. Dan. Nee, maar dat scheelt ook wel wat. Ja, dat scheelt al. Dat scheelt ik ben een jong kerel vergeleken met tijd. Ja, ja. Wees er nog wat namen van onderwijzers? Ja, Laat maar hoog beginnen. Hoog beginnen, dat was Hoogland. Dat was het hoofd. Ja. Dat was het hoofd. Ja. Maar daar kon ik niet zo goed met opschieten. Ik weet niet wat dat was, maar dat er niet zo best. Nee, nou, nu. Horentje zat eronder. Hoorntje. In de 6e klas, denk ik. Ja, misschien waren er wel 2 6e klassen. Ja. Of hadden ze 7e klas? Ja, ze hadden ook een 7e klas. Kijk, als voorbereiding op. Ja, nou, dat kan best. Ja. Hoorntje die werd meestal Bokje genoemd. Omdat hij Bokjes rookte? Nee, omdat hij Hoorntje heette. Ja, en volgens mij had hij ook 2 bulten hier, zo. Nou, had hij niet.
Oh nee, dat was Leffenstruis. Dus, die had een paar van die blauwe. Nee, maar hij had een soort vergroeiing. Ja. Niet erg of zo. Nee, maar hij had ze wel. Er waren lui die zeiden dat je kan zien dat daar hoorn zit. Ja, ja. Dat het Mozes ook uit het Oude Testament. Dat zou wel, ja. Nou, wie hadden we er meer? Nou, in Slofstra. Oh ja. En daar moesten we heel veel zingen, maar hij zei altijd dat ik me stilhouden moest, want ik kon niet zingen. Nee. Of ik brandde te veel, of ik was vals. Had de baard in de keel natuurlijk. Ja, de baard in de keel, dat weet ik ook niet meer. Ja, nou, Slofstra, ja. Maar en er was een meester die sloeg met een lat op je vingers. Wie werd dat? Van der Meer, volgens mij. Dus dat mocht toen nog, fysiek geweld? In die tijd, maar ja, misschien was ze er toen niet. Hoeveel jaar zit er niet tussen? Ja, maar wij hadden het toen, en daar hebben we het ook al zo over gehad, juffrouw Dirksen, die kon dat ook zo goed. Dat sloeg die ook. Met zo'n vierkant lineaaltje. Juf TK? Ja. Ja, kijk. Ja. Nee, maar die heb ik nooit gehad. Die heb ik nooit gehad. Juf Dirksen niet? Nee. Oké, hij heeft ook geluk gehad. Een zij in stromer, jongens, zullen we nou zeggen. Ja, Van der Meer. Ja, het kan best hoor, dat die naam zei me wel wat. Van der Meer. En die had niet een lineaal, maar die had een stokje. Ja. En daar sloeg hij mee. Want? En ik weet nog wel, een vriendje van mij, Hetze Vrijburg, die had op een gegeven moment, die kreeg al voor de kont, die moest dan over een kruk moest die, gebogen staan. En dan sloeg, die meester die sloeg hem met die stok op de kont. En dat deed goed zeer. Dus op een gegeven moment had hij het zover dat hij een stuk leer in de broek had. Want hij kreeg toch eigenlijk elke dag op zijn sodomieten. Ja, wat was dat dan, dat die jongen elke dag de kloos was? Nou ja, hij was heel groot en hij was, we zouden nu zeggen ADHD. Ja. En heel druk. Nou ja, dat we sloegen. Ja. Tegenwoordig niet. Ja. Nee, nou, en dan sloegen ze om de zaak weer in bedwang te krijgen. Was er in die titel al meester Bruggekamp? Ja, zeker. Maar die hadden wij. Maar dit verhaal, dat denk ik, dat kon meester Bruggekamp. Die had ook een stok en dat was Janus, noemde hij dat ding. Ja. En daar moest die jongen op die was een soort bakkruk waar hij zelf op zat al. Ja, achter de lesnaar. Ja. Dan moest hij eerbele pronk met zijn buik op die kruk. En dan vlogen de stoomwolken. Ja. Maar het had nooit wat geholpen, moest denken. Nee, dat soort dingen. Ja, maar dat tegenwoordig, ja, het land zou te klein wezen. Wat? Zulke artikels in de Telegraaf krijgen. Ja, actiegroepen. Ja. Bij Pauw en, Bezoren, die conciërge van die school, die woonde volgens mij naar een paar huizen bij hem vandaan. Daarnaast die school. In de Wieber aan de Geestraat. Weet je dat nog? Nee. In mijn tijd was dat Dijkstra, heette die man. Maar jou had op een lagere school toch geen conciërge? Nee. Ja, zeker. Die man die moest twee scholen onderhouden en de kachels afzetten en die cv's. Maar, dat weet ik nooit met mij. Dat deden wij zelf. Je staat in de kou. Ja. Dat we zaten ook in de kou. Net in de oorlog. Tijdens de bezetting. Oh ja. Want het was ook zo dat de school was heel vaak dicht. Ja. Want er waren er verder niks. Maar hij was niet voor de Duitsers dus. Nee. Maar ik wou even vertellen. Ja. Mijn moeder die dacht van, nou, ledigheid is de duivels oorkussen. Dus ik moet wat voor de jongen bedenken. Ja. En die heeft mij toen geïnstalleerd op de Schipperschool. Schipperschool, waar stond die dan? Er was een Schipperschool in de Pieter Verderstraat, die school. Bij de Koepelkerk daar? Ja, bij de Koepelkerk in de buurt. En daar was meester Arnoud en die gaf les aan schipperskinderen. Ja. He, die oude lui waren aan het varen was en die dat, kinderen. Je had de Reabotschool en die andere Schipperschool naast elkaar of zo? Ja. Nou, de Schipperschool die zat denk ik bij andere scholen in. Ja, dat is één of twee lokalen eraan. Maar de gewone school was dicht, maar de Schipperschool was open. En toen dacht mijn moeder, dan kan hij mooi daarheen. Dan leert hij nog wat en dan is hij meteen onder de pan. Dus ik was de enige die in de Schipperschool. En daar komt die liefde voor het zeilen ook vandaan? Ja, de watersport. Maar nooit een stap om schip zetten toen. Nee. En nog geen zeebeen, denk ik. Nee, maar goed, het is even mooi dat je zo uitbesteed wordt op die manier. Ja. Maar was dat ook anders dan de gewone lagere school? Maar ja, die kinderen, dat is heel apart. Ja, en die waren ergens in de kast en die praten alleen maar over de schepen, van hoe heet je schip. Hadden ze niet een internaat of zo? Een soort internaat was er ook in de buurt. Ja. Ja. Ja, en dan hadden ze op de achterkant in de Klaas Bokkersbouwstraat zo'n schoolplein, meen ik.
Ja, dat zou wel. Ja, ja. En die goot, ja. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Ja, dat liep zo'n hek, maar daar weet ik nog wel. Dat ik daar geweest ben, dat weet ik nog heel goed. Want ik kreeg daar vroeger orgelles van de heer Schuitema. En dat, die woonde in de Klaas Bokkersbouwstraat. En dan zat ik achter dat harmonium. En dan zag ik die Gines allemaal, dat mooi speel op dat schoolplein. En dan dacht ik altijd bij mezelf, wat doe ik hier? Nee, dat dacht toch helemaal niet? Ja, toen nog wel. Nee, nee, ja, dat gaat om orgels, dan, dan valt hij helemaal stil. Ja, dat, nee, ja. Dat dacht ik, wat heb ik het geluk dat ik hier zitten mag. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Ja. Maar Stormbatsen, die, toen ik klein was, toen was Tau dus al heel groot, toen zat er een enorm gat in die Wiebrandreestraat. Ja. Zo'n beetje rechts van die christelijk gereformeerde kerk, daar was in mijn jeugd, daar was een puinhoop. Nou, puinhoop, een soort grasveld, dat was het. Ja, met een grasveld waar wij altijd voetbalden. En dus als buurtjongens, dan, dan konden we daar mooi voetballen. Want? Nou, op een nacht in de oorlogstijd, ik weet niet meer welk jaar dat was hoor. Dat zoeken we wel op. 43 of 44, toen is er op een avond heeft een Engelse bommenwerper, geloof ik. Die heeft, moest zijn lading kwijt. Ja. En die koos daar de, ja, ongewild natuurlijk, maar de Wiebrandreestraat staat vooruit. Ja. En toen is daar een hele rij huizen is daar verdwenen. En diezelfde nacht is bij ons door de Wiebrandreestraat, door het dak, een plat dak, is zo'n trottoirband gekomen en die zat in een voetmand van mijn bed. Ja, weg. Nou. Dus dat bed had ik bewaren moeten natuurlijk. Ja, maar dat scheelde anderhalve meter of... Nou, ik geloof niet eens dat ik dat toen in dat bed, het was s'avonds om een uur of acht. Maar dan moet er een enorm gat in het dak zitten. Ja, natuurlijk. Ja, er zat een geweldige gat zat erin. En dat kwam gewoon dat die bom viel en dat ding en is gewoon... Ja, en de halve straat die kwam overal terecht. Dat ding is lanceerd als waar. Ja, die is lanceerd. Gewoon zo'n trottoir. Maar dat wees dat dus nog wel? Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. En ook dat ze die slachtoffers onder de puinhopen weghaalden? Nee, dat weet ik niet. Er was één buurman die had zijn leven gered door naast een hele zware kast te gaan staan. Of op een of andere manier heeft hij dat kans gezien. Die in de kamer stond. Maar die voelde het aankomen of zo? Nou, dat weet ik veel. Hij hoorde die knal en hup. Hij stond naast de kast en die heeft alle puin en weet ik wat opgevangen en die heeft het leven eraf gebracht. Ja. En daarna is hij uit de kast gekomen. Maar hoeveel binnen een boel mensen omkomt toch? Weet ik niet. Dat weet ik. Maar dat wees misschien nog wel. Want daar lag in bed. Nou, daar kwam dat enorme stuk steen kwam naar beneden. Ik weet niet meer of ik in bed lag. En moeken geliek naar boven toe. Van, oh, wassen. Dat vermeldt de historie niet meer. Dat was natuurlijk allemaal paniek, maar dat weet ik niet meer. Maar dan weet je ook niet of ze op bed lag op dat moment. Ik denk haast niet dat ik daar op bed lag. Ik weet ook niet hoe laat het was. Acht uur om 8:30. S'avonds? Ja. Oké. Okay. Dan was het haast op tijd. Om naar bed te gaan. Ja, dat kan. Ja. En goed, in ieder geval, dat kwam dus bij ons door dakzeilen. En toen is er natuurlijk wel een paar maanden, hebben ze al die huizen langzaam had afbroken. En sloopt. En er was een hele toestand. En de NSB die hield de straten, dus niemand mocht er langs. Nee. En alleen als je daar woonde. Dus ik voelde me heel gewichtig dat ik als enige daar altijd door die afzetting mocht. Ja. Ja, dat kan je wel voorstellen. Ja, dat was, iedereen werd tegengehouden. Ja, en een VIP-kaart. Ja, een VIP-kaart voor de bewoners. Maar op een gegeven moment, dan groeit dat gras. En, toen gebruikten we dat als voetbalveldje. Maar ja, dat was niet erg groot. Maar we konden daar heel leuk terecht altijd. Als het mij goed houdt, je kon toch niet van de Wiebrandreestraat in de Cornelis-Frederikstraat kiezen. Nee, nee. Want die huizen in die Cornelis-Frederikstraat stonden nog wel. Die bleven nog allemaal staan, ja. Er zaten tuinen tussen. Dus alleen die bebouwing is verdwenen. Alleen de bebouwing. Ja, want toen ik in de tweede klas zat, toen hebben ze daar een flat gebouwd. Ja. Toen die flat er niet. Nou, het is nog altijd een aardig ding om te zien, die flat. Ja, die is er nog steeds. Nou, dan hebben we dus, zie ik hier even, in de pauze, dan kieken we altijd even, hè. Foto Mellema staat erachter. Ja, nou hebben we het laatst ook over gehad. Ben je in goeie hang. Maar kijk eens even, Watsen. Wie ben dit?
Dat zijn mijn ouders, mijn zuster en ik. En daar staast, even kijken, nou ja, hier. De jongste, ja. Ja, dan heb ik een blijmoedig lachend jongeman. Dit was in 1954. Ja, en dat was de gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van mijn ouders. Ja, en waar hebben ze dat viert? In de klanderij volgens mij. Met een echt officiële receptie? Ja, met een officiële receptie. Advertentie, het Fries Dagblad. Ja. Want je laatst natuurlijk... Dankbare ouders. Ja, nee, de dankbare kinders. Jus en die advertentie. Ja, ja, ja. Maar je laatst ongetwijfeld het Fries Dagblad. Ja. Ja. In plaats van de Leeuwardenkrant. En daar stond er ook altijd bij, die en die datum, DV, zijn ja, onze ouders, hè, Deo Volente. Ja, ja, ja. Ja, jij al weet het nooit. Nee, dat klopt. Nee. Ken hard gaan. En die vader had een knappe pochette in, zie ik wel. Ja, nou, het is een keurige... Ja, ja, dat was echt ik bedoel, zo'n foto zie ik was van Juliana Bennett. Die maakte Bellema toen vroeger. Ja, die, ja, 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 ja. Maar zij hem in de weert maken laten. Ja, in de weert. Oké. Okay. Nee. Nou, Bas, we hadden het net ook over de school en... Toen zeiden we al even, als zo'n lagere school aflopen is, dan ga je ergens hoger. Nou, dan blijven er twee mogelijkheden over. Of je gaat naar het werk, nee, drie zelfs. Je gaat naar het werk, je gaat naar de ULO of je gaat naar de HBS. Of de ambachtschool kon ook nog eens doen. Ja. Nou, op een of andere manier moest je, ja, was het eigenlijk van tevoren al bestemd. Mijn zuster was naar het gymnasium gegaan. En dat vond ik, nou, dat leek mij een ramp met het Latijns en Grieks. En dat vond ze zelf ook moeilijk en heel moeilijk. In Huizen, dat gymnasium? Ja, ja, ongetwijfeld. Toen nog het gereformeerd gymnasium. Ja. Gereformeerd gymnasium. Ja. Dus ik dacht, daar moet ik niet heen. Nee. Nou, dat was de enige keuze, was de christelijke HBS in de Kanaalstraat. Ja. En dat had als voordeel dat het ook vlakbij was. Ja. De enige, maar de ULO was nog dichterbij. Ja, maar dat, de ULO wou ik niet heen. Dat, en bovendien, mijn vriendjes gingen ook allemaal naar de HBS, dus... Nou, dan is gauw, ja, valt de kwartje. En daar, en daar is deze foto gemaakt. En ja, ik denk, en toen had ik net een nieuwe fiets gekregen en die wou ik er ook bij op hebben, dus die... Die staat hier ook op. Een keurige zwarte herenfiets. Een Phoenix, wat voor merk was het? Ja, dat de snelle vogel van de Studegracht wel. De sterke vogel, hè? Maar was dit... een officiële klassefoto? Of ben je, nou, zijn jullie van, zou wij een foto maken van met elkaar? Toen de foto maken. Ja, mooi, voor de oude ingang dan. Ja, voor de oude ingang, ja. Ja, ja, ja. Allemaal een drollenvanger aan. Ja, tuurlijk. Oh, ja, ja, dat zou wel. Ja, dat had je van niet die plus voors, jongen. Ja. Ja. Zat het postzegelwinkeltje er toen nog tegenover? Nee, Boetje. Oh, Boetje. Boetje, Granierswinkel. Nee, die zat tegenover je met de Wiebe en Reestraat. Nee, dat was Boetje niet. Dat is ook een Boetje. Ja, maar Boetje zat ook tegenover de HBS. Filiaal, jongen. Filiaal. In de pauze dan, stonden we dan met 20 man in een kleine winkeltje. Ja. En dan zo de handen op de rug en dan kon je graaien in de bak met grauwe erten en grote bollen en weet ik allemaal wat. Oh. En die gebruikten wij dan weer als ammunitie voor de leraar als we weer binnen waren. Dus. Dus die dingen kan. Dan hadden we wat te gooien. Op bord. Op het schoolbord gooien. Ja, ja, ja. Maar die. Nou, wat nu wil je? Want wij hadden op de. Ik zat dus in de Wiebe en Reestraat. En ik ben reed de Heerstraat op school. En daar tegenover, naast het Gabbermagasje, had je ook, of twee uur verder, had je Boetje. Er was ook een grudenier en daar gingen wij heen. En dan mochten we niet roken. En bij Boetje wel. Ja. Daar stonden we met 20 man in die winkel. Ja, ook. Te ja, kandijklonsjes pikken. En ja, 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 ja. Maar je ging dus niet naar Bakken Stelwagen. Ze kunnen tegenover de gemeente gaan. Want wij, ik heb ook op de school zitten. En dan maakten we in de pauze altijd dat rondje even. Kanaalstraat uit, Zuidegraafswal en dan via achter de Hoge Turk. Ja, ja, ja. En dan kwam ze langs Bakken Stelwagen. Nee, dat kwam en die, daar kochten we dan een halve suikerkoek, voor dubbeltje. Maar goed, daar kwamen nee, je hem niet. Nee, daar kwamen wij niet. Nee, nee, dat hoorde niet bij ons. En bovendien, nee, die gemeente, dat was ook al waar de lui die vervelend waren en die... Ja, dat was wel een beetje... Ja, weer een beetje haat en nee. Nou, ja, ze hadden niet op hetzelfde moment pauze hoor. Misschien hadden ze dat in die tijd wel. Ja. Maar die jongens begonnen met kluten te gooien of zo. Ja, die waren vervelend. Hij staat ook niet in die buurten, die vegen, ja, hè? Ja, die ja, buurten waar ze daar woners. Toen nou, in de Wiebe en Reestraat moesten we regelmatig vechten met de Oosterbuurt. Oblender. Oh, de Oosterbuurt, dat was daar. Ja. Waar die zandbak was. Ja, waar die zandbak waar was. Waar het parkeerterrein ja, is. Ja. Maar en daar was stonden allemaal van die arbeidershuskers, van die ja, hele kleine. Ja. Ja. Maar dat ook een geduchte tegenstander. Ja, dat was een geduchte tegenstander. Maar dat waren natuurlijk allemaal openbaren.
Ja, dat was een hele andere club natuurlijk. En, ja. En, nou ja, die hadden een hekel aan ons. En de oude klassenstrijd, denk ik. En, grote huizen, de kleine huizen. Ja. Ja. Dus dat was het toen al. Daar kan je op wachten. Ja, daar kan je op wachten. En dan had je die garages in Statema natuurlijk. Ja. En daarnaast was nog een garage vroeger. Dat weet ik niet meer. Was dat niet Dutman en Kopal? Oh ja, ja, die zat er ook nog. Dus. En dat werd later Dauma en Kopal. Ja, ja. En ik heug me nog dat er een De Boer, een centra op de hoek met de Grachtswalsen. Ja, dat was een Kruidenier. Ja. Ja. Hmm. En daar tegenover was onze fietsenmaker en de kapper. En dat waren allemaal. En de zeilmaker dan? En de wagenaar. Ja, ja die zit er nog steeds. Ja, die is er nog steeds. Ja, er waren heel wat middenstandsbedrijfjes waren daar gevestigd. Wat was de favoriet van die moeke? Waar deed ze boodschappen? Nou, die deed die boodschappen, die liet mij de boodschappen doen. Kiek, dus, slimme vrouw, slimme meid. Ja, dus, en waar moest al dan boodschappen doen? Bij de Tijdgeest. Dat was naast dus Woldering en... dat was ook in de Wiebelgeestraat. Ja, dus waar die flat nu staat. Ja. Dat was een klein noodwinkeltje. Dat was de overbuurman. En dat heette de Tijdgeest? De Tijdgeest, ja. En maar en er waren denken dat het een bijlage van de Spiegel was of nee, zo? Nee, er waren twee oude dames. En die de een heette de Tijd en de andere Geest. Ja. Maar die dreven naar het winkel. En dat was natuurlijk verschrikkelijk als je daar boodschappen moest doen. Want het was alleen maar in de rij staan en wachten. Alles moest afgewogen en dat was één doffer. Hé, we hadden ook een. Ja, die was jonger dan Stalbist. Ja. Want die was net zo oud als ik was. Dan woonde ook een koster daar op dat streekje. En die had een paar mooie dochters. Tenminste één, dat weten we, Iti. Hè? Die kent ook nog wel, Jess. Ja, Van Douwe. Ja, Douwe. Iti van Douwe. En haar vader was koster van de Christelijke Reformeerde Kerk. Ja, Monsma. Ja, en die zat bij ons op school. Op een lagere school. Ja, ja. En meester Woldering woonde dat toen ook al? Ja, die woonde daar altijd al. Dat is een vrij nieuw huis. Nou, er is een nieuw voorgevel. Na het bombardement is daar een nieuwe voorgevel voor gekomen. Met een erker en Ja. Woldering. Ja, ja. Nog even terug naar die CHBS. Wees er nog wat namen van leraren? Wie was toen directeur in Jumtiet? Wollendorp. Wollendorp, ja. Oh. En toen ik. En als je terug moest komen of straf had, dan moest je zaterdagmiddags bij hem. Hij had een hele mooie kamer. En dan moest je daar op een vloer zitten. En ik weet niet meer of je daar wat doen moest of niet, maar ik herinner me wel dat ik daar vaak op een vloer zat. Maar niet bij hem thuis dus, maar op school? Nou, op school. En niet zaterdagmiddag binnen school? Ja. Ja, maar dan zat hij, zelf wat te werken om daar te zien. Ja, zaterdagmorgen ging ze dan gewoon naar school toe. Ja, zeker. Dus dat was de straf was zaterdagmiddags. Ja. Vanaf 2 uur tot 6 uur of zo. Oh, leuk. Ja, leuk. Ja. Dat was de... En omdat Woldorp dat toch dan zitten moest voor al die... maakte het hem niks uit. Of daar nou een hele rij aan de kant tegen de muur aan zat of niet. Dus, en, niks nou, zeggen en, En dan gewoon maar 3 uur op je krent zitten. Ja. Nou, dat is... Was wel wat ongemakkelijk voor hem ook, had je dan ook nog niks uit. Die kinderen van kindergarten daar. Ja, zo ging dat. Maar goed, zo deden ze dat. Was Slofstra daar toen ook al als docent Nederlands? Nee. Dat was Brug. Van de Brug of zo. Brug. Ja, kan. Dat zal een vast leraar geweest zijn. En de befaamde naam Wouterlood van Doesburg. Aardrijkskunde. Met de opvolger van Romkes. Oké. Dat was een hele beroemde. Ja. Romkes, Wouterlood van Doesburg. Nou, en voor natuurkunde, want die man die werd zo. Ja, Kramer. Oh, nee, toch wat anders. Grote wij hadden man. De Jong, beter bekend als Bulle. Ja, Bulle, die gaf wiskunde. En die, nee, die gaf natuurkunde. Oh. En die man. Ja, dat kan ook. Ja. Die werd ook zo verschrikkelijk pest. Daar schaam ik me nog wel eens dood voor. Ja. En wat wij dan ook deden, nou, was trouwens zeist. Dan draaide hij zich om wat op bord te schrijven. En dan gliek een handvol van die grauwe etten terug het bord. Ja. We hebben één keer een les gehad, hij precies 3 woorden op bord weten te zetten. En toen waren de 50 minuten voorbij. Oh, verschrikkelijk. Maar hij heeft bij ons een paar keer, of 1 of 2 keer dat gebeurd, dat hij zijn tas pakte. En die was gelukkig, had hij gelukkig nog dicht, maar die smeet hij dan zo, in de klas heen. Nou, dus dat was bukken. Maar nou even helemaal anders wat, hè? Ja.
Toen ze op een lagere school zat, moesten ze dan ook zwemlessen, ze hadden die dat ook al toen. Nee. Heeft dan een zwemdiploma gehaald op een lagere school? Op avanceren naar de overdekte? Ja, was in oorlog, hè? Dat is allemaal. Ja, met die bussen. Ik denk dat ze de overdekte. Met zijn blikken achterop. Nee, met zijn blik achterop. Ja, oh, ja, met een plankje. Ja, een plankje. Ja, dat heb ik wel meemaakt, maar niet op school. Dat school was. Nee. Ik denk dat ze toen ook niet genoeg brandstof hadden om dat water warm te maken. Nou, dat kon heel schelen. Nee, koud water. Dus, ja, het huis in mijn zwembad was ook wel te koud. Ja. Ja, maar overdekte was verwarmd, dus ja. Maar waar is het toen al? Ja, zeker. Voor de oorlog. Ja. Nou, wel een mooie foto met zo'n mooie theefort daar opzij. Nee, de oorlog ging je niet. Had je geen obaat in de oorlog natuurlijk. Dat je had geen obaat in de prinsen toen in de oorlog. Nee. Ja, die heb ik wel met mij. Ja, maar niet in de oorlog. Nee, later op het lagere school. Ja. Ja. Na de oorlog. Ja. 31 augustus, zingen voor de koningin. Ja, dan moesten we in de Prinsentuin. Ja. Ja, ik heb misschien één keer meegemaakt. Ja, dat is allemaal goed kloppen, ja. Ja. Nou, die... maar op een gegeven moment doe je jouw eindexamen. En dan komst met, hopelijk met lof, van die school af. En dan moet er wat gebeuren. Dan met lof was het niet. Mm. Meer het hakken en slootwerk? Maar dat geeft niks. Nee, ik had een neef, want ze hebben heel lang over mij vergaderd. Oh. Aha. Ja, want ik had 3 op Duits. Kijk. Ja. Ja, vlak na de oorlog. Maar ja, nee, dat weer dan, ja. Tegenwoordig kennen dus. Kinderen ineens Duits meer. Nee. Maar dan had je nog een 3 te meer. Ik had 3. Maar met 3 kon je niet slagen. Nee. Dat was het probleem. Ook al had je genoeg compensatie in andere vakken. Nee, want ik had ook 8. 2 8 had ik ook. Maar ik had 3 op Duits, want ik kreeg altijd 3 van die juffrouw. Oh. Maar die had een hekel aan mij en ik had dat was wederzijds. Ja, tuurlijk. En ze gaf mij altijd 3, wat ik ook deed. Dus het was wel een geregeld en vast leven. Je wist er wel waar je toe binnen. Je wist er waar je aan toe was. Maar op het examen ging het ook zo. Maar je had ook een mondeling gedeelte. Ja. En daar zat een gecommitteerde bij. Precies. Ja. En die zei, nee, die jongen, dit is niet uitmuntend, maar 6,5 krijgt hij van mij zeker. Nou kijk, en dat had die man ook in die vergadering van leraren, die toen over die rapporten, over die examenresultaten hadden. Nou, tenslotte had juffrouw de Potter het wel verloren en ik heb een 5 gekregen. Zo, en toen was het klaar. En toen was het klaar, want toen kon ik wel slagen. Ja. Maar de juffrouw de Potter is toen later ook verdwenen van de school. Er is ruzie door ontstaan en weet ik wat. Ja. Dat heb ik nooit geweten op dat moment. Nee. Maar later, bij het 75-jarig jubileum van de christelijke HBS, was een van de leraren die was bezig met een of andere... verhandeling over het verleden en weet ik wat. En die kwam die vergadering tegen over mij. Oh ja. Over wat ze cijfers. De noodhulp die. Het cijferen van wat ze cijfers. Ja, die maakte daar melding van. Ja. Dus ze zei: wees toch nog wel wat er gebeurd is toen jouw examen deed. En ik zei: nee, ik weet het niks van. Dat wist ik ook niet. Nee. Zo is het gegaan dat de Potter die wou jou een 3 geven. En die gecommandeerde zei: nou, dat is onzin. Ja. En die heeft tenslotte voor mij het pleit beslecht. En dat was gelukkig. En die diploma-uitreiking was gewoon op school? Op school. Ja. In de die reunie, was dat toen in de jaren 80 in de Frieslandhal? Ja. Prachtig. Hoewel, je denkt dat wel, als je na zoveel jaar die klasgenoten weer terugzien. Wat worden we ook met elkaar? Ja, toen was ik nog halverwege de 40, man. Wees blied. Wees blied. Maar die... nou, die HBS is dus met een goed gevolg. Gewoon de hele buiten. En dan komt weer de vraag: wat zouden we doen? Of moest je dan op een gegeven moment, haar zoetel heeft hij dat even onder haar majesteits wapenrok zien mochten? Ja, en ik wist het toen niet zo goed. En toen kwam heel erg op de toestand van Nijenrode. Economische opleiding. Ja, dus daar ben ik geweest. Zo. En dan moest je 1 of 2 dagen moest je daar toelatingsexamen voor doen, want dat was heel streng. Ja.
En tot mijn grote verbazing werd ik wel toegelaten. Dus ik kon daarheen. Maar wel net voor. Maar dat was een heel eind fut. En dus ik had heimwee voordat ik weg was. Ja, want waar zaten ze? Breukelen of zo? Ja, Breukelen. Ja. En wat is er nog? Ja. Ja, het is een oude kasteel. Ja. Ja. Maar goed, dus, maar toen gingen mijn kameraden die gingen allemaal naar Groningen toe. Dus toen, toen zei ik, nou, de economie, dat leek mij wel wat. Dus toen ben ik met de meute meegegaan naar Groningen. Oh, en, dus het is toch niet doorgaan uiteindelijk? Nee. En Groningen, wat voor school dan? Ja, universiteit. Ja. Universiteit, ja. Dus ik ben ontgrond. Ook nog? Ja, dus ja. Ik ben bij de kapper geweest en die heeft me al mijn haar afgehaald. En, dus het was, nee, het was heel... Daar heb ik geen foto van, denk ik. Daar hebben we niet foto van. Kijk nou nog even. Ja, dit is nou hetzelfde resultaat. Maar dat was, maar er kwam toen een heel erge kink in de kabel, want ik doordat ik in de derde klas dus gedoubleerd had, was ik een jaar te laat, want toen begon de militaire dienst aan mij te trekken. Ja. Toen stonden wel advertenties in de krant van, we helpen u van uw dienstplicht af en we kunnen altijd uitstel voor u regelen. En oh, dat waren van die bureaus. Van die bureaus. Ja, en die. Dus en daar had ik me heel mijn hoop op gevestigd dat die mij wel voor uitstel zouden zorgen. Ja. Maar dus daarom was ik ook naar Groningen toegegaan in de hoop dat ik dat lukte. Daar kon een paar jaar kon blijven. Maar dat is dus niet gelukt en ik moest in dienst na een jaar. Dus ik ben een jaar toen in Groningen geweest. Ik heb wel verschillende tentamens gedaan, ook later nog wel. Maar ik kon het niet afmaken, want er zat een te groot gat tussen. Maar eerst moest naar de keuring. We zoeken in Groningen. Ja. Ik ben nooit gekeurd, volgens mij. Ik ben wel gekeurd, maar dat was hier, in de kazerne. Oh, daar hoeden ze nog niet naar de Verlengde Herenweg? Nee. In Groningen? Nee, wel. Oh, maar dat kan wel dat ze in het begin, ja. Dat ze het hier in de prinsen van Frederik mij was het hier. Oké. Okay. Ja. Nou, dus is dat wel weten, als daar naartoe moest. Nee, ik ben niet, volgens mij... Maar waar is nou uiteindelijk die plicht voor? Ja, waar is nou... In Roermond. Mooi bij welk mooi wapen? Even, ja, maar dat was de gewoonte van, het is zo ver mogelijk van huis af. Bij welk wapen? Dat weet ik niet meer. Nee, dat was een los wapen, want ik ben boekhouder en ik ben... Later ben ik ook sergeant-majoor administrateur geworden. Zie. Sociaal-majoor. Moest je dan niet naar Zeeland voor die opleiding? Ja, dus ik ben een jaar of zo in Middelburg geweest. Middelburg was je, ja. En, ja. Maar hoe bij de COAC. Bij de COAC. Oh. En dat staat Centrale voor? Centrale organisatie, administratieve kader of zo. Oké. Okay. Nou, en dus 2 jaar in dienst? Ja. Maar dan kwam ze dus met een mooi diploma voor. Ja, want ik was tenslotte boekhouder van het spul in Kampen. In Kampen zat een opleiding voor soldaatschrijver. Oh. En daar was ik administrateur van. En ik woonde bij burgers in huis. Want in de kazerne was voor zo'n hooggeplaatste geen geschikte... Nee, geschikte kamer. Nee, had een particulier kosthuis. Ja. Ik had een particulier kosthuis. Nou, ik at in de kazerne, maar ik sliep en bij burgers. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Ja, dat. En had je toen al verkeer in die tijd? Nee. Wat nee, ging een, nee. Wat kostte u in die tijd? Ik bedoel... Ja, niet in Kampen kost helemaal niet uit, Nee, we zijn één keer of twee keer zijn we naar Zwolle geweest, maar dat was ook maar één kroeg. En dat was ook niks. Ja, dat was ook niet. En Leeuwarden, dat was ook niks in die tijd. Nee, dat was ook niks. Nee, maar toen ik in dienst in Kampen was, toen kon je natuurlijk niet altijd naar Leeuwarden. Nee. Dus, maar ja, dat is toch, dat was niet jaren 18 al in die tijd. Dat zou in Kampen zaast. Toch? Ja, zeker. Nee, nou, maar dat is wat een leeftijd. Dat is toch 21, denk ik wel. Ja, maar dan is het toch niet uit hier in Leeuwarden? Ja, dan was het een beetje niet meer. Dan verliest de keizer zijn recht natuurlijk. Ja. Maar goed, de tijd dringt, dus ik denk, laten we nog even zien wat gebeurde er. Dan moeten we heel snel. Toen stouw uw dienst kwam, dan kwam ze terug naar Leeuwarden.
En wat ben je toen doen gaan? Toen ik uit dienst kwam? Ja. Ben je toen bij die vader in Schaar komen? Of heb je eerst een andere nee, baan? Nee, toen heb ik eerst bij een levensverzekeringsmaatschappij gewerkt. En die heette Amstleven. Ja, dat oh ja. Amstleven. Ja, en dat was een hele deftige maatschappij. Ja, die hadden hier een kantoor in Leeuwen? Die hadden, nee, kantoor in Groningen. Dus alles resulteerde onder Groningen. Maar nou ja, daar had je salaris. Een hele lange opleidingsperiode eerst in Zeist. Van een maand of 4, 5. Ja. Daar in de kost. En dus van die dan was de bedoeling dat je dus ook veel adviseerde op het gebied van pensioenen en levensverzekeringen. Ja, ja. Daar wouden zij graag een markt in veroveren en een grotere tuurlijk. Markt. Dus daar heeft een tijdje werk. Daar heb ik een aantal jaren heb ik daar gewerkt. Maar was dat in Groningen of in Leeuwarden? Nee, in Leeuwarden. En waar dan? Wat zat je? Ik zat gewoon thuis. Ik was reizend. In de Wiebel oh, ja. 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 En nou. Maar toen op een gegeven moment zei die vader de kerst bij Bob Meijer zaak komen? Ja. En toen ben ik dus. Toen was mijn vader, die had in 1954 een pand gekocht op de Ewal. Ja, was nog dus vis. Zo ben ik tenslotte op de Ewal terechtgekomen. Kiekers. En op een gegeven moment, ik was toen 28 jaar, dus dan kan je uitrekenen, 56, 4. Ik denk dat ik in 64 bij mijn oude lui toen terechtgekomen ben. Ja, nou. En mooi. Zo is het gekomen. Nou, is dat niet mooi? Wassen jongen, het is alweer aflopen. En wij nemen dus afscheid van die, althans hier aan deze tafel. We zien elkaar natuurlijk straks op Ewal. We zien elkaar op Ewal, ja. Yes, wie hebben wij de volgende keer? Dan hebben we iemand van een heel andere tak van sport, dat is Dirk Bijntema. Dirk Bijntema. En Dirk, dat is iemand van het artistieke gebeuren. Muziek? Hij ook, nee, schilderen. Ja, maar hij vroeg ook met de gitaar. Ah, oké, dat ook. Ja, nee, dan denk je dat de organist. Ja, de organist. Ja, je bent wat dat betreft geconditioneerd natuurlijk. Ja. Maar Dirk, die zal ons volgende keer even verblijden. Oké, nou, was er nogmaals hartelijk dank. Kieken, graag gedaan. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer.